Van de week komt er een bericht binnen bij de redactie van Mediagroep Eva van meneer Wieger Reddingius. Dat is de Groningse uitspraak. Ja, dan doe ik dat goed. Die had de soap om de broedplaats De War allemaal bijgehouden via de krant en via de televisie. Hij heeft zich daar sterk voor gemaakt om via Eva een pleidooi te houden voor deze creatieve broedplaats. En we hebben hem uitgenodigd om een woordje te doen. Een pleidooi zou ik haast zeggen voor De War. Ja. Wieger, ik zou zeggen, neem de microfoon en gooi er wat heerlijke teksten uit, waardoor de mensen waarschijnlijk gaan denken van die De War moet blijven. Ja. Dankjewel. De War moet inderdaad blijven. Zou De War niet blijven, dan zou Amersfoort iets bijzonder waardevols weggooien. Dat is echt heel erg zonde. Er gebeurt daar heel erg veel op het gebied van kunst en wetenschap. En dat laatste vooral, dat is iets wat mij bijzonder aan het hart gaat. Ik ben zelf weliswaar geen wetenschapper, maar toch. Als je allerlei grote namen op symposia kunt krijgen en het publiek een beeld van de stand van de wetenschap kunt voorschotelen dat gepopulariseerd heel goed behapbaar is, dan kun je wat. En heel veel andere steden, zoals bijvoorbeeld Alphen, waar ik zelf vandaan kom, daar zou men jaloers zijn op iets dergelijks. De War moet absoluut blijven. Laat de raad zo verstandig zijn een besluit te nemen in die richting. Laat ze in vredesnaam zo verstandig zijn. Wieger. Ja. Heel mooi. Ik hoop dat de politiek dit gaat zien. En dinsdag is er een grote manifestatie. Er komt zelfs een advertentie in de krant. Ja. En ze hebben een oproep gedaan om alle mensen die een warm hart toedragen een tientje kunnen storten. Ze gaan in optocht. Ja, ik weet niet of je daar aanwezig kunt zijn. Ik ga het zeker proberen. Ik wil het hierbij laten. Ja. Iedereen wordt opgeroepen om dinsdag te komen. Ja, hij mag toch één keer. Hey Roel! Nee. Jij komt zo ook even aan de beurt. Okay. Kom even aan de beurt, ja. Ik wil één ding zeggen. Daar zo wat daar op de gevel staat. Ja, die spreuk. Ja. Ja. Die is wel heel erg van toepassing, hè? Zegt u het maar. Ja. Ondanks alles. Wat staat er nou precies? De leesbaarheid, daar krijgt het geen punten voor. Ondanks alles strijdt de idee tegen het materiële. Toepasselijk. Heel toepasselijk, ja. Bij deze stadsbestuur en de raadsleden, en tot mijn stomme verbazing, komt hier nog een voorstander van het behoud van De War. Dat is mooi. De politieke activisten, ook enorm bevlogen. Kom even erbij, Roel. Ja. Nou, je hebt net het pleidooi van de heer Wieger, van Wieger gehoord. Ja. Het is erg toevallig, want we willen hem alleen even spreken. Maar ja. Wil je ook heel kort even een lans breken voor De War? Amersfoort probeert een grote mensenstad te zijn. En in een grote mensenstad heb je nodig broedplaatsen waar wat nieuws ontstaan. Grote mensenstad heeft kippetjes nodig waar eieren worden gelegd. Eieren moeten worden uitgebroed. Artistieke, culturele, wetenschappelijke, educatieve, noem het maar op. Dat gebeurt daar allemaal. We moeten het niet kwijt willen. Als ik ook even, want ik hoorde je net poëzie citeren. Alles van waarde is weerloos. Ja, ja, ja. En als er iets van waarde is hier, dan is het dat wel. We moeten ook niet denken dat we het maar eventjes verhuizen. Ach, hoe ergens anders doen. Het moet hier blijven. En het moet die. Het kost de gemeente ook nog eens niks. Andere gemeenten betalen ervoor om zoiets te hebben. Wacht, is leuk. Tussendoor gooien. Nee, dat klopt helemaal. En als het uit zichzelf ontstaat, dan is het ook energieker en bruisender dan wanneer je dat van boven wel graag wilt en er dan geld in gaat stoppen in de hoop dat. Maar dit is er al. Laat het heel. Zet ze niet in de achteruit door ze dit pand nu niet te gunnen. Ze gaan echt wel door. Die mensen, daar heb ik alle vertrouwen in, daar zit dat in. Is het levensvatbaar dan? Ja, als het ergens anders naartoe moet. Nou, als het daar blijft wel. Nou ja, ik denk het wel. Kijk, laat me eerlijk wezen. Ja, ik heb maar één microfoon. Dan zijn ze gewoon 10 jaar in de achteruit. Ja. Dat moet voorkomen worden.
Ja, en als we het wel gewoon op deze plek hebben, nou, dan even nuchter wezen. Er is een minimumprijs. De WAR heeft 2 jaar lang gezegd van noem nou een prijs. Dan gaan wij kijken of we het geld bij elkaar kunnen krijgen. Dat heeft het college voor de zomer eindelijk genoemd, minimumprijs. De WAR biedt die minimumprijs. Oké, Rovase biedt wat meer, daar kun je nog op afdingen, maar die biedt wat meer. Maar niet eens zo heel veel meer, gaat om ongeveer 2 ton meer. Maar die prijs, die biedt de WAR. En dat hebben ze niet uit hun eigen zak, dat zijn geen rijke mensen. Dat is bij elkaar geharkt met crowdfunding overal. Dus het hoeft... Draagvlak. Het is draagvlak en dat is afgelopen jaren ook bewezen. Dat zijn heel veel kleintjes bij elkaar en dat is bij elkaar toch zo'n 6 ton. Maar goed, dat jij en ik elkaar de laatste keer zagen over de WAR, we zien elkaar wel vaker, maar toen was het Knopjesmuseum uitgebrand. En dit, laten we eerlijk wezen, een beetje saaie provinciestadje, op maandagavond, vrij kille avond, krijg je de hele flint boordevol met mensen, moet je aardige toegang nog betalen, om geld bij elkaar te halen om het weer op te doen. Het leeft in die stad. Geef het dan die ruimte en laat het die ruimte houden. Jij gaat dinsdag in de gemeenteraad. Ik ga een interpellatie houden, dus we technisch om uitleggen wat dat is. Maar in elk geval een eerste poging om ervoor te zorgen. Kijk, de 13e verloopt de termijn. Dan zou het college moeten gaan tekenen. Dan pas wordt het iets definitiever. Alles kan natuurlijk teruggedraaid worden. Maar ik wil dat voor zijn. Vandaar de 11e wil ik proberen om te zeggen, om te beginnen nu maar eens even uitstel. Zodat we er serieus over kunnen praten met al die mensen in de stad. Jij ook, iedereen. Ook inspreken van laat nou eens merken. Want er zijn lui in de politiek die nu zeggen, oh, dat is toch iets van die rare figuren in de marge. Dat is het niet. Het leeft in de stad. Laatste woord is aan Wieger. Dankjewel. Dat is het niet. Dat verwijt, daar kan ik me iets bij voorstellen dat ergens ontstaat. Dat het een al te particulier initiatief zou zijn waar daar de ruimte voor zou worden geboden. Maar het is zozeer open. Wou je me nog even in beeld hebben? Ja, oh jee. Ja, nee, goed. Het is zozeer open, het is zozeer toegankelijk voor iedereen. Dat kun je niet particulier noemen. Dit is publiek. Hou dat heel. Laatste woord. We stoppen. Het is bestoppen. Dank Roel, dank Wieger. Lieve kijkers, komt allen 11 oktober naar het gemeentehuis hier op het Stadhuisplein. Dat men verwacht een volle bak, want de WAR leeft enorm. Het is zo langzamerhand echt een emotionele, hoe zeg je dat, een emotionele rat van fortuin geworden of zo. Dus ik hoop dat iedereen komt en misschien kunnen we dan de politiek en de gemeenteraad overhalen dat ze het gunnen aan de WAR. Laat de WAR aan de WAR. Precies, precies. De WAR moet bluwen. Ja, dankjewel. Dankjewel.